Nou, als ik de vraag gesteld krijg, wat kan ik doen? Ja, dan zeg ik altijd, stop met het zijn van een individu. Dat is het eerste. Je bent een individu. Ja, je hebt een limiet aan je vleeshemd. Maar je kan altijd een onderdeel worden van een campagnegroep die een regressieve situatie ombuigt naar een progressieve situatie. Activist en onderzoeker Fatan Huzer begon 10 jaar geleden met zijn actiegroep Fossielvrij een strijd tegen de fossiele industrie. Met een handjevol mensen zorgde hij ervoor dat grote bedrijven miljarden uit de fossiele industrie trokken. Welke strategieën neemt hij mee naar de problemen in de wereld van nu? Mijn naam is Fatan Huzer. Ik ben actief in de ABP Fossielvrij campagne, waarbij we het ABP Pensioenfonds vragen om hun investeringen in de fossiele energieindustrie te stoppen. ABP, daar bouwen miljoenen mensen hun pensioen bij op. Het is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. En het ABP Pensioenfonds investeerde miljarden en miljarden en miljarden in de fossiele energieindustrie. En daarmee zijn heel veel mensen in Nederland ongewild medeplichtig aan het faciliteren van klimaatverandering. Wat is jullie uiteindelijke doel? Want is het doel bereikt als wij uit fossiele energie stappen? Mm-hmm. Ja. Maar welk doel is dan bereikt? Het doel is bereikt dat je niet medeplichtig bent aan het veranderen van het klimaat op zo'n manier dat je een basisvoorwaarde voor het leven zoals wij kennen ondermijnt. Dit was niet het eindpunt van de strijd, want het heeft nog een tijd geduurd. We hebben nog 6 jaar campagne gevoerd hierna om het fonds zover te krijgen. En uiteindelijk werden ze overtuigd van ons gelijk. De 10 grootste pensioenfondsen hebben het afgelopen jaar voor zo'n 15 miljard euro aan investeringen in de fossiele industrie verkocht. Het gaat bijvoorbeeld om aandelen in oliebedrijven als Shell en BP. Ik ben ook wel trots dat het is gelukt. Het merendeel van het pensioengeld in Nederland is inmiddels gediversifieerd uit de fossiele industrie. En dat is een grote overwinning. Zulke ervaringen gaven ons ook het gevoel van, ja, wacht even, vechten tegen de bierkaai, David tegen Goliath. Het is te doen, het kan echt, als je het maar wil. In het nieuwe instituut in Rotterdam, een museum vol toekomstvisies, geeft Fatan workshops in hoe je effectief de macht kunt ondermijnen. Ja, yeah, just write over your name so that people can, you know what I mean? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, so where to start? Well, I already said, let's start at the beginning. A good place to start is somehow the obvious. We're living in a difficult times. I just want to give a minute just to name the challenges. Some of the challenges that come to mind: climate breakdown, biodiversity loss, mass extinction, institutional racism, fascism, xenophobia, genocide. And for the second half of the workshop, I would like you to start thinking about maybe what kind of public issue you would like to confront. Bij het ontwerpen van elke activistische campagne, je hebt een target, hè, waar je mee vertrekt. Je weet, in ons geval, we willen klimaatverandering tegengaan. Een goede manier om erachter te komen welke opties je überhaupt hebt om klimaatverandering te stoppen, kan je de sociale orde, de status quo, kan je opsplitsen in eigenlijk 3 grote dimensies. Sociale structuren, denk aan de economie, de media, het recht, kennis, dat soort sociale structuren. Je kunt kijken naar gedrag, alledaags gedrag, everyday behavior. En je kunt kijken naar culturele overtuigingen. En je kunt je dan gaan afvragen van oké, welke van deze zaken beïnvloedt klimaatverandering? Welke van deze zaken houdt klimaatverandering, het probleem wat jij privilegieert in jouw activisme, in stand? When you think of some issue as it lives in the status quo, then you can think of it somehow like a dish served at the restaurant. You can ask yourself, you can wonder what kind of ingredients go into it, right? Well, the same is true for public issues. When you think about a public issue like climate change, for example, you can think to yourself, what kind of ingredients went into that? What did the kitchen put in this to make this dish?
And I think you can call these ingredients for the purpose of today social forces. Dan ga je bijvoorbeeld opschrijven, nou ik denk dat onze alledaagse blootstelling aan fossiele energieindustrie, dat dat klimaatverandering heel erg beïnvloedt. Of bijvoorbeeld je culturele geloof dat een weekend shopping spree in New York mogelijk moet zijn. En dat het oké is om met een vliegtuig daar naartoe te gaan. Want iedereen moet toch zo vrij mogelijk kunnen zijn om maar te doen en te gaan en staan waar hij wil. You're going to choose out of all of those things that contribute to your public issue, you're going to choose one. Okay, you're going to choose one. In the case of climate change, as I explained in some of the examples, I chose fossil fuel industry. And I put that here. This resembles the power of the fossil fuel industry, or whatever thing that you want to tackle. Dus wij stelden de fossiele energieindustrie in ons werk centraal. En dan gaan we nog wat uitdiepen. En dan gaan we kijken naar, alright, wat is er nodig in de samenleving om de fossiele energieindustrie hun ding te laten doen. As long as the fossil fuel industry has a role in society, it clouds thinking is the idea for real breakthroughs to take place. And therefore stripping away their privileged access to all sorts of parts of society, to public capital, for example, that would be a target. De traditionele kijk op macht die hanteert het idee dat macht besloten ligt in de top van, laten we zeggen, een piramide. Die kan je inbeelden als een piramide. En dat de effecten van beslissingen die al daar genomen worden, dat die naar buiten en naar beneden vloeien. Dus dat de samenleving de effecten van beslissingen incasseert. Maar wij, activisten, wij hanteren een sociale kijk op macht. Waarbij we macht zien als iets wordt toebedeeld vanuit de samenleving aan de top in ABP, bij Shell, bij whatever entiteit. En wij zien dus dat macht gebalanceerd is, eigenlijk als een omgedraaide piramide. En dat die macht afhankelijk is van ondersteuningsstructuren. Dus beslissingen van ABP die worden legitiem geacht, die hebben maatschappelijk draagvlak, voor zover ze bijvoorbeeld op steun kunnen rekenen van hun pensioendeelnemers. Er bestaat maatschappelijk draagvlak voor het bedrijfsmodel van Shell, in zoverre Shell geprivilegeerde toegang heeft tot publiek kapitaal, bijvoorbeeld, via investering van het ABP pensioenfonds. Zo kijken wij naar macht en dan proberen we te bedenken, oké, als we nou daar en daar en daar ingrijpen, dan ondermijnen we de macht van Shell. En ja, als je genoeg van die ondersteuningsstructuren wegneemt, ja, dan valt zo'n machtsstructuur helemaal om. Draw the inverted pyramid. Here's the pillars of support, right? And you now, from all of those stickers, all those post-its, you're going to select the one thing that you think contributes most to homelessness. Extremely difficult to do. So is it housing policy? Okay. Terrible housing policy. All right, fantastic. And now, what does terrible housing policy need to continue having social support for it? Okay. In other words, on what does it rest? Wij bij Fossielvrij NL zijn zwaar geïnspireerd door anti-apartheidsactivisten. Want die hanteerden een soortgelijke manier van actie voeren. Zij stelden in hun activisme het apartheidsregime van Zuid-Afrika centraal. En toen dachten ze van, oké, hoe kunnen we nou het maatschappelijk draagvlak voor dit regime ondermijnen? En toen dachten ze, nou, we moeten bedrijven die samenwerken met het apartheidsregime illegitiem maken. We moeten uitleggen dat hun bedrijfsmodel leunt op economische transacties met een apartheidsregime. En Shell werd, grappig genoeg, we hebben het weer over Shell, maar Shell werd destijds dus ook geattaqueerd door anti-apartheidsactivisten. En dus wat je kreeg in Nederland, je had activisten die campagnes deden zoals de Blij dat ik snij campagne. Hier beelden van de benzinestations bij Amstelveen ter weerszijde van de snelweg. Brandstofslangen werden doorgesneden en tanks gevuld met zand en suiker. Die gingen dan naar Shell tankstations toe en die knipten letterlijk de slangen van die tankpistolen af. En het doel daarvan was om de relatie tussen het alledaagse leven en Shell te verbreken. Op een soort van poëtische manier. Daarmee ontlok je een gesprek over de legitimiteit van een van de klanten van Shell. Namelijk het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Zo werkt dat soort activisme. You need a story to tell. Because
and now I'm going to transition to experiences. You know, facts are very important. You need to always ground your activism on facts, right? But you know, I went to speak one time. I was invited to go speak in Groningen at the time, in 2013 or something it was, when there was these huge earthquakes. The type of talk that they engaged in was, my shed has been destroyed, my life has been destroyed. That's emotionally very concerning, you know. But why would somebody with a day job, maybe a couple of kids to feed, why would they care about your struggle? It's a very rough, harsh world out there, but it is the reality. Why don't all of us care about what's happening in Sudan, for example? So you need a story that sticks. Facts alone won't cut it. I'm sorry. And so that's a story that I went to tell in Groningen also. You know, what is, and this is a challenge always, beyond facts, what in your battle, in your campaign, can tap into a front of collective outrage? Deze manier van actie voeren, zoals wij dat doen met ABP Fossielvrij, maar je hebt allerlei andere groepen zoals Fossil Free Culture, Reclame Fossielvrij, Fossil Free Football. Dezelfde manier van actie voeren zie je ook eigenlijk terug bij actie rondom de Palestina-zaak. De Boycott, Divest and Sanction Movement, de BDS-beweging, is een activistengroep / campagne, begonnen door Palestijnse activisten. Wat die actiegroep probeert te bewerkstelligen is eigenlijk hetzelfde doel. Het ondermijnen van maatschappelijk draagvlak voor Israël. Dus een Eurosong Festival vindt plaats. En de BDS-movement die roept dan op dat Israël geboycott zou moeten worden. Het idee is niet dat Israël in één keer Palestina vrijheid zal verschaffen als Israël niet mee mag doen met het Eurosong Festival. Maar het idee is dat wanneer naar de wereld toe gecommuniceerd wordt wat voor problemen je zou kunnen hebben met Israël, dat je dan de acceptatie van dat koloniaal project stopzet. En als eenmaal die betekenis is postgevat, ja, dan heeft Israël een probleem. En dan zijn ze toegevelijker in onderhandelingen bijvoorbeeld. Als je kijkt naar klimaatactivisten die ik net beschreef, de BDS-activisten die ik net beschreef en hoe zij een machtspositie innemen, dan wat een terugkerend patroon is dat ze waarheidsclaims ondermijnen. He, waarheidsclaims zoals wij zijn een heel groen bedrijf. Nou, dat is een bewering die Shell doet, maar van de waarheid daarvan blijft telkens weinig over als je bijvoorbeeld naar de reclamecodecommissie stapt om een greenwashing claim te bestrijden. De reclame van Shell over CO2-neutraal tanken is misleidend, dat zegt de reclamecodecommissie. Bij Shell kun je per liter 1 cent extra betalen om bomen te planten. Maar het bedrijf kan volgens de commissie niet bewijzen dat daarmee de CO2-uitstoot helemaal wordt gecompenseerd. We hebben met Fossielvrij bijvoorbeeld in een rechtszaal gewonnen tegen de KLM. Wij bewezen dat KLM zich groener voordoet dan dat zij daadwerkelijk zijn. Dus wat je telkens doet als grassroots-activist is het ondermijnen van waarheidsclaims. Je moet als samenleving, zou ik zeggen, een soort van capaciteit ontwikkelen om, ja, ik zou zeggen, zin en onzin van elkaar te kunnen scheiden. En nu wordt dat in onvoldoende mate gedaan. Dus dan zou je je kunnen voorstellen dat je in curricula van basisscholen iets als een vak, iets van waarheidsvinding of zo, introduceert. Dat je veerkrachtig maakt om te begrijpen van, hey, er zijn belangen die hier spelen. En daarom worden er waarheidsclaims gemaakt. Politieke belangen, bedrijfsbelangen, dat is één ding. En wat mij betreft is er ruimte om een wet te ontwikkelen waarbij je kijkt naar, eigenlijk een soort van bullshit-detectiewet. Weet je wel? Waarbij je, als je weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat een waarheidsclaim die je doet eigenlijk onwaar is. En als bij die waarheidsclaim voorzienbare sociaal-ecologische of wat dan ook andere soort kosten gemoeid gaan, dat je daar, ja, voor bestraft zou kunnen worden. En don't get me wrong, dat gaat niet over het beknotten van de vrijheid van meningsuiting, maar over het reguleren van een vrijheid van feitenuiting. Want laten we eerlijk zijn, Shell heeft in de jaren 70 en de jaren 80 het bestaan van klimaatverandering publiekelijk genegeerd, terwijl ze intern wisten dat dat wel degelijk een gevaar was op de langere termijn. Ik heb daar zelf onderzoek naar gedaan. In de jaren 90 en 2000
zag je dat ze overgingen naar ontkenning. Het actief twijfelen aan claims uit de klimaatwetenschap. Nou, dat brengt sociaal-ecologische kosten met zich mee. En het kan niet zo zijn dat een Shell de dans ontspringt. Go well, go Shell oil. When you wanna go well, be sure to go Shell. Get up and go on Shell. Keep going well, keep going Shell. You can be sure of Shell. Dus reputatie is een heel belangrijk ding. Dat valt niet te onderschatten. Want zodra dat verdwijnt, ja, dan is het al heel gauw afgelopen. Als je erin slaagt om de reputatie van Shell te ondermijnen, dan krijg je een ontwikkeling waarbij Shell een paria-status verkrijgt. Eigenlijk is dat de status in de maatschappij die de tabaksindustrie heeft verkregen. En toen men het gevoel had van, hey, wacht even, de tabaksindustrie die doet allerlei beweringen die zogenaamd waar zouden zijn, zoals roken is niet schadelijk voor je. Maar op een gegeven moment, als daar niet meer op vertrouwd kan worden, dan ebt het vertrouwen weg. Ja, dus reputatie lijkt een soort van marketingding. Oh, het is een oppervlakkig iets. Het gaat gewoon over of mensen je leuk vinden of niet. Nee, reputatie is verbonden met jouw voortbestaan. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. More doctors smoke Camels than any other cigarette. De waarheid is een lastig concept. Wat is dan de waarheid? Ja, dat is een super moeilijke vraag. Maar één ding staat wel voor mij boven water. En dat is dat we een capaciteit moeten ontwikkelen om met de waarheid om te gaan. En je ziet dat de scala aan onderwerpen waarover waarheidsclaims worden gemaakt, dat ook heel erg toeneemt, omdat we een gigantische snelheid van innovatie kennen. In iets van 100 jaar zijn we gaan vliegen, zijn we naar de ruimte gegaan, telefonie, internet, allerlei zaken zijn erbij gekomen. En langs al die onderwerpen zijn waarheidsclaims geponeerd. En het vertrouwen is er geweest dat, oh oké, dus al dit soort innovaties leiden eigenlijk tot hele positieve ontwikkelingen. Gen X en PFAS zijn eigenlijk positieve ontwikkelingen, want we hebben de anti-aanbaklaag gekregen en we hebben waterafstotende stoffen kunnen ontwikkelen. DDT, BPA, dat waren toch allemaal vruchten van moderniteit, vruchten van de verlichting. Hè? Dus dat heeft toch gewoon alleen een mooie kant, die innovatie. Maar omdat we daarin zijn gaan geloven, hebben we ons niet voldoende kunnen voorbereiden op de, laten we zeggen, donkere kant van die waarheidsclaims. Op de andere kant, op de schaduwzijde van die innovaties. Dus ik zeg dat we ons moeten voorbereiden om ja, zin en onzin van elkaar te kunnen scheiden ten aanzien van opkomende technologieën. Soms duizenden square meters remain empty. Het lijkt een lange weg. Alleen vanuit macro-sociologisch perspectief valt het wel mee. Ik bedoel het vrouwenkiesrecht bijvoorbeeld. Milieumaatregelen die genomen zijn. 40-urige durende werkweek. Het weekend. Dat zijn allemaal arbeidsrechten. Ik bedoel, waar zullen we beginnen? Dat zijn allemaal voorbeelden van strijden die aanvankelijk heel erg lang leken te duren. Maar die echt ja, heel snel omgingen van een moeizame strijd naar een totale overwinning. No, no, no. It's for example, what is this? Hospitality and openness. Could that be the defining force that allows this to happen? This will also be. Het geeft mij hoop om te weten dat er zulke activistische groepen actief zijn. Omdat ze herdefiniëren eigenlijk de machtsrelatie die hier aan het werk is. Zij zien dat het niet de entiteiten die zij bestrijden zijn die machtig zijn. Maar zij herformuleren zichzelf als de machtige entiteit hier die macht verleent, die macht accordeert, toekent aan, toebedeelt aan de entiteit die veranderen moet. Als je dat beseft, dat jij die machtspositie in kan nemen, en effectief ook, ja, dat geeft hoop op sociale verandering, wanneer die nodig is.